goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom, leden van de historische vereniging Oud Leiden en gasten. Wat fantastisch dat u er allemaal weer bent in zo grote getalen. De afgelopen jaren zag het er allemaal soms iets anders uit. Toen ik vanmorgen dit pak uitzocht, vond ik zo'n stukje erfgoed, zullen we maar zeggen. Of hopen, in ieder geval. Ik mag u vandaag door het programma heen leiden. Dat is voor mij een grote eer en genoegen. Het is fantastisch om zoveel bekende, vertrouwde gezichten weer hier te zien. En fijn dat u hier in goede gezondheid bent. In het kader van dit alles hebben we een kleine aanpassing in het programma. Namelijk dat wij niet met z'n allen zingen. Ik weet dat sommigen van u daar al lang naar uitgezien hebben om met z'n allen het volkslied te zingen. Maar we hebben een hele goede vervanging voor u allen. Onze vaste muzikale begeleider Koos Favier is helaas wegens ziekte verhinderd. Maar Hein van Woerden vervangt hem. En het prachtige Leidse volkslied zal gezongen worden voor u door Emma Brown. Dank jullie wel. En straks mogen we nog meer genieten van Emma.
Het gaat niet om de plek, maar om wat je ermee doet. Die zin bleef hangen uit het interview wat ik mocht hebben met onze DS-redenaar van vandaag, Tom Hazenberg. Het interview wat ik voor Oud Leiden Nieuws met hem had. Het gaat niet om de plek, maar om wat je ermee doet. Dat geldt ook voor dit gebouw. Wellicht zijn er onder u mensen die hier getrouwd zijn, gedoopt zijn, andere bijzondere verbinding hebben met zo'n plek. En het gaat ook om vandaag, omdat we met elkaar hier samenkomen. Met al die leden, met allemaal hun eigen belangstelling en hun eigen hobby. Van harte welkom. In het bijzonder ook aan de burgemeester. In het bijzonder ook aan onze ereleden en leden van verdiensten. Onze bedrijfsleden. Maar natuurlijk aan u allemaal. Vrijwilligers, gewoon lid. Zonder u kunnen wij niet bestaan. Bijna 2500 leden, ruim 80 bedrijfsleden. Hoort zegt het voort. En laat ons bloeien als een grote erfgoedvereniging. Want alleen met uw steun, financieel of in inzet, kunnen wij het mooie werk doen. En over dat mooie werk wil ik graag iets vertellen op deze 120ste DS. Ik sta hier vandaag als waarnemend voorzitter. Ik ben niet door u gekozen. Ik vervang hier Steven Engelsman, die terug is getreden deze zomer wegens gezondheidsredenen. Het gaat overigens behoorlijk goed met hem, maar het voorzitterschap was hem toch in die omstandigheden te zwaar en het bestuur is inmiddels de procedure gestart voor een nieuwe voorzitter. Ik vind het dan ook leuk dat ik dit eenmalig mag doen en hierna bent u ook weer van mij af. Het gaat niet om de plek, maar het gaat om wat je ermee doet. Nou, wat doen we er dan mee als Oud Leiden? Ja, natuurlijk strijden we voor behoud van die plekken. Dat gaat soms heel goed en soms iets minder goed, zoals afgelopen jaar de strijd rond het Stadsbouwhuis, die we uiteindelijk bij de beroep- en bezwaarcommissie hebben verloren. De commissie Historisch Karakter zet zich voor dat soort trajecten met hart en ziel in. Behoud van moderne bouwkunst in Zuidwest en ook in andere wijken was belangrijk aandachtspunt van de commissie Onbeschermd, in samenwerking met Erfgoed Leiden. Behoud ook van bijvoorbeeld het glasmonument van Jan Menno Meijne Jansen in Stationsplein 107. Waar we nog druk in overleg zijn met de gemeente over herplaatsing. Behoud ook van Kronenstein, waar ook de commissie Onbeschermd mee bezig is. Dat prachtige park, Hollands Polderpark, met daarin een kasteel, een Romeinse Corbulo-zone en de Schans Lammen. Behoud van industrieel erfgoed. Dit najaar werd Stichting Stiel opgeheven en als Oud Leiden nemen we die belangrijke taak over. De commissie Dirk van Eck houdt zich daarmee bezig. En zo hebben we op dit moment op het oog de voormalige fabriek voor diastatische producten, die nog niet beschermd is, maar wel een belangrijk voorbeeld van Leids erfgoed, industrieel erfgoed. Het was dan ook fijn om deze week te kunnen lezen dat ook de gemeente die stappen voor behoud nog steeds steunt door deze week 5 nieuwe monumenten aan te wijzen. En zo versterkt dat die prachtige monumentenlijst van Leiden als derde monumentenstad van Nederland. Maar iets behouden is niet genoeg, want het gaat niet om de plek, het gaat om wat je ermee doet. Dus we strijden ook voor goede herbestemming. En dan is de toekomst van de Lutherse kerk nog steeds een groot zorgpunt voor ons, waar we ons voor blijven inzetten. De commissie Geveltekens houdt zich in dat kader bezig met het duiden en het ontsluiten van de kennis en informatie. En ook andere commissies houden het niet bij behoud, maar houden zich vooral bezig met het vertellen, het verzamelen, kortom verder brengen. Het gaat om wat je ermee doet. De beeldbank bijvoorbeeld, die dit jaar weer een prachtige kalender hebben verzorgd, maar daarbij niet alleen maar verzamelen, maar ook duiden en ontsluiten.
Soms lukt het niet, zei ik al. De commissie Monumentale Kunst had een drietal prachtige tegeltableaus bij Monuta van der Luit op het oog, waarvan er één gestolen blijkt te zijn. We blijven ons inzetten voor dat soort tableaus, want je ziet dus maar hoe kwetsbaar dat soort kunst is. Het kan zomaar verdwenen zijn. En soms lukt het wel. Twee prachtige kunstwerken werden dit jaar bij de renovatie van het stadhuis herplaatst in het stadhuis, waaronder het raam uit de Kamer van Koophandel. En dat is mede dankzij de inzet van de Commissie Monumentale Kunst. Soms verdwijnen dingen, ik zei het al. En het is leuk om eens rond te kijken van wat missen mensen dan. En Leiden telt niet alleen heel veel leden van de historische vereniging, maar ook heel veel Facebookgroepen die zich bezighouden met het verleden en het heden. En als daar dan op gevraagd wordt van ja, wat mis je nou aan het Leiden van nu, dan is het opvallend wat mensen noemen. Zo noemen ze het oude NS-station. Maar ook de Groenoordhallen. Dat is heel bijzonder. En die altijd terugkomen zijn de Lumpia-tram van Foe, zwembad de Overdekte en friet eten bij de Drievissers. Kortom, erfgoed is meer dan alleen maar een gebouw. Het is ook het verhaal eromheen. In dat rijtje werd ook genoemd de oude stadspoorten. En vanuit Oud-Leiden proberen we eigenlijk de verhalen, de beelden, de archieven en de gebouwen steeds vaker samen te brengen. En op die stadspoorten kom ik zo nog terug. En dat doen we via bijvoorbeeld de website. Onze ICT-commissie is daar fantastisch mee bezig. De website die dit jaar weer werd uitgebreid met uitgebreide informatie over poorten en gangen. Er is ook vanuit Oud-Leiden een grote club vrijwilligers bezig bij Erfgoed Leiden voor historisch Leiden in kaart. Een website die op kadastraal niveau fantastisch veel informatie geeft over de late 16e en vroege 17e eeuw. En zo helpen we bij het ontsluiten en duiden en vertellen. En die verhalen, ik had het daar al over, die worden dan weer verzameld door de commissie De Stem van Leiden. Met als mooi hoogtepunt dit jaar een nieuw boek, wat heel gretig aftrekken vond en een groot succes is. Een hele mooie kroon op het werk van De Stem. En als de verhalen niet in een boekje staan, dan worden ze door de deskundigen van onze vereniging of daarbuiten verteld. Bij de talrijke lezingen, ik noem er een paar. Lezing over W.C. Mulder, die een bijzonder hoog aantal aanmeldingen had. Lezing over de kraakgeschiedenis. Lezing over 50 jaar zeilbedrijven. En Oud-Leiden ondersteunt ook publicaties. Over de Lokhorstkerk, over de Vogelwijk. En natuurlijk ieder jaar weer het hooggeprezen jaarboekje, waarover straks meer. U was ook bij veel excursies, bijvoorbeeld bij die door Peter de Geer over de Rijnsburgerweg. Die was zelfs zo'n groot succes dat die twee keer gehouden is. En we doen ook nieuwe dingen. We proberen nieuwe dingen. Of revitaliseren bestaande zaken, zoals de herdenking van de ontruiming van het Joods Weeshuis, die we afgelopen jaar weer hebben gehouden samen met kinderen van de Jozefschool. En we hebben ons magazine vernieuwd, dat heeft u hopelijk allemaal gezien, dankzij de inzet van Tom van Brussel en zijn team, nu prachtig vormgegeven en daar gaan we komend jaar mee verder. En we hebben veel nieuwe plannen op stapel staan. Daarvoor zoeken we nog partners en financiers. We willen meer gaan doen samen met onze mediapartner Sleutelstad op het gebied van televisie en YouTube. Meer met educatie voor de jeugd. En we hebben een stadspoortenproject in gedachten. Daar zijn ze weer. Het Singelpark is zeer geliefd. En vele tienduizenden Leienaars en andere gasten wandelen dan in feite langs alle voormalige stadspoorten. Maar die stadspoorten zijn niet te zien. En ook dan gaat het dus niet alleen om de plek, maar om wat je ermee doet. En het lijkt ons een mooie uitdaging om niet alleen in de bestrating,
maar bijvoorbeeld ook met augmented reality op je telefoon. De stadspoorten, bijvoorbeeld aan de hand van de glasnegatieven, de foto's van Goudelier, weer tot leven te brengen. Zodat je als het ware alle stadspoorten van Leiden weer kunt zien als je de singelparkwandeling maakt. En zo proberen we niet alleen bronoverstijgend samen te werken, maar ook technologische vernieuwing te verbinden aan dat wat we doen voor de stad. Want wij willen vernieuwen om historie richtinggevend te laten zijn voor de toekomst. Dat is het leidend beginsel van onze strategische agenda. Want wij stellen daarin, niet voor niets is de historische cultuur een dragende pijler onder de stadsvisie. Leiden, stad van ontdekkingen. Historie is geen overblijfsel uit het verleden, is niet louter een teken van uiterlijke schoonheid. Het is een inspiratiebron voor heden en toekomst. Daarbij willen we als Oud-Leiden ook vaker aansluiten op themajaren die in de stad leven. Vaker verbindingen leggen tussen verschillende commissies en, als gezegd, nieuwe doelgroepen bereiken. Nou, veel van die activiteiten die ik noemde, die voeren we dus al 120 jaar lang uit. En exact vandaag, op toen een woensdag, maar 5 november 1902, werd onze mooie vereniging opgericht op het stadhuis. Ik weet niet hoeveel verenigingen er op het stadhuis zijn opgericht, maar werd op het stadhuis opgericht. En eigenlijk is dat best laat, hoewel 120 jaar lang is. En dat er nog niet eerder een historische vereniging was opgericht, dat verklaarde oprichter Overvoorde in het Leids Dagblad van 23 januari 1903 als volgt. Ik citeer uit het Leids Dagblad. Het tal van steden van minder historisch belang hebben reeds lang zulk een vereniging. En dat men hier niet spoediger toe besloot, verklaart de spreker hieruit dat het gemeentebestuur een stedelijk museum uitstekend onderhoudt en de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde historische vraagstukken in haar bijeenkomst aan de orde stelt. Doch buiten deze zijn er nog andere historische belangen te behartigen waarbij de ganse burgerij is betrokken. En zo wil de vereniging belangstelling wekken voor de heerlijke krachtsontwikkeling van onze vesten in dagen van strijd. Belangstelling in de tijd toen de handwerken bloeiden en de kunstenaars leefden. De spreker herinnert daarbij aan Cornelis Engelbrecht, Lucas van Leiden en later aan Rembrandt van Gooien en Douw. Voor onze oude architectuur, belichaamd in de Pancras en de Sint-Pieterskerk, het stadhuis, de Lakenhal, de Waag enzovoort wil de vereniging liefde opwekken. Zij wil tegengaan dat oude kunstwerken worden gesloopt en zo het schilderachtig aspect van onze straten en grachten verhogen. Dat zal praktisch werken ten bate van onze neringdoenden. Want naast onze godshuizen en hofjes levert Leidens Hogeschool tal van onderwerpen van nadere studie op. En de vereniging wil niet alleen voordrachten doen houden, zij wil tentoonstellingen organiseren, een jaarboekje van Leiden uitgeven, excursieën ondernemen naar belangrijke punten van Leidens omgeving. Dat was toen al de heer Van Overvoorde, oprichter van onze mooie vereniging. En volgens mij hebben wij ons daar 120 jaar lang keurig aangehouden. Vandaag vieren we dat lustrum onder andere met de uitreiking van de Oud-Leidenprijs. Een prominent onderdeel van dit programma vandaag. Er is ter gelegenheid van het lustrum ook een prachtige postzegel uitgegeven met daarop de heren professor Blok en de toenmalig stadsarchivaris Overvoorde. Die laatste nam overigens ook het voorzitterschap op zich van de commissie tot de beschrijving der historische monumenten. Daar heb ik eens even nagekeken in dat reeds geprezen jaarboekje. Met daarin onder andere de leden Jesse en Mulder. Toch niet de minste architecten die plaatsnamen in onze commissies. Dus een ieder van ons die nog niets te doen heeft, is van harte uitgenodigd in deze of gene commissie plaats te nemen en daarbij grote schoenen te helpen vullen, want roemrijke voorgangers gingen u voor. De postzegel was een initiatief van Frans Hemelop en als het goed is, is die vandaag ook verkrijgbaar. En Frans zelf kon hier helaas niet zijn. 120 jaar geleden dus. Ik heb zometeen een quizvraag voor de burgemeester, dus opletten. November 1902.
November 1902 was volgens het jaarboekje de maand waarin de heer Nagel eervol ontslag kreeg als directeur van postkantoor. De heer Punt benoemd werd tot rector van het stedelijk gymnasium. Brahms en Beethoven klonken in de stadsgehoorzaal door de Maatschappij der Toonkunst. En de Leidse gemeenteraad vergunning verleend aan de maatschappij tot exploitatie van tramwegen tot doortrekking van de tramlijn Den Haag-Leiden tot aan het Noordeinde voor de Kweekschool der Zeevaart. Dan weten we ongeveer in welke tijd we leven. En nou is de vraag, wie was er burgemeester in die tijd? Dan moet u het mobieltje even wegdoen, meneer Lemfrink. Durft u een gok te doen? Burgemeester De Ridder was burgemeester van Leiden in de jaren. Ik zei al, de vereniging zal trachten haar doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het zoveel mogelijk bijeenbrengen van gegevens over voorwerpen belangrijk voor kunst en geschiedenis. Met name op bouwkundig gebied, staat in het eerste jaarboekje. Door ook hare aandacht te vestigen op de bouwkundige overblijfselen uit den oude tijd hoopt het bestuur dat de vereniging praktisch nut zal hebben en zal medewerken om het eigenaardig uiterlijk onze stad, welke zoveel vreemdelingen jaarlijks tot haar trekt, te behouden. Een ruim programma, zeker, maar zeer goed te verwezenlijken, mits belangstelling in het uitvoeren ervan wordt getoond. Kortom, het gaat niet alleen om de plek, maar om wat je ermee doet. En dan ben ik terug bij Tom Hazenberg, die voor ons de diasrede zal verzorgen. Tom, het is bijzonder dat de eerste oud-leiderrede, die uitgesproken werd door de oprichter professor Blok, ook handelde over de Romeinse tijd. Over Lugdunum Batavorum en hoe wij aan die rare naam komen. Over de Peutinger kaart. En zelfs over Roomburg, waarvan men toen in 1902 slechts kon vermoeden welke mogelijke rijke vindplaats dat zou kunnen zijn. Al gaat professor Blok wel in op overblijfselen die daar al in 1502 werden gevonden. En die, en daar moeten we toch nog eens achterna, in 1805 door keizer Maximiliaan uit Leiden zijn meegenomen. En als we dan toch in een tijd leven waarin kunstschatten worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, dan zou ik me kunnen voorstellen dat Oud-Leiden zich nog eens bij de erfgenamen van keizer Maximiliaan vervoegt om te bekijken wat uit Roomburg nog aan Leiden toebehoort. Geen passender onderwerp dus om na 120 jaar daarbij terug te keren. Een andere opvallende overeenkomst met 120 jaar geleden is dat ook professor Blok, net als jij Tom, begon met een studie klassieke talen, alvorens zich met historie en archeologie bezig te houden. Jij groeide hier op, je vader werkte aan de touwbaan in Leiden-Dorp, je doorliep hier het stedelijk gym en studeerde klassieke talen. Maar het bekendst werd je hier door het vinden van het ruitermasker. Mag ik je van harte uitnodigen voor de diasrede van 120 jaar Leiden, Tom Hazenberg. Ik was al zenuwachtig, maar als dat zo wordt ingeleid, dan wordt het lastig natuurlijk. Nee hoor. Ongelooflijk bedankt voor de uitnodiging hier natuurlijk. Inderdaad, die vondsten aan Maximiliaan, dat is een project wat we absoluut moeten aanvallen. Aanvatten ook. Overigens is dat al een aantal keren geprobeerd, maar dat is wel iets waar we absoluut waar plannen voor moeten worden gemaakt. Ja, wat een eer om hier te mogen staan. Even kijken of dit gaat werken. Ja, wat een eer om hier te mogen staan. En ook om hier Park Matilo te vertegenwoordigen. En het enige Leidse werelderfgoed. Dat zal ik een aantal keren benadrukken. Ten eerste omdat we er met z'n allen trots op mogen zijn. En ten tweede omdat ons dat ook een verplichting geeft om daar wat mee te doen. Zoals Jan-Jaap ook al bij de introductie vertelde.
Die werelderfgoedstatus die staat ook echt ergens voor. Erfgoed kan, maar zal ook moeten bijdragen aan een mooiere maatschappij. En juist dat Limes werelderfgoed is niet alleen van Leiden, is niet alleen van Zuid-Holland, maar is juist van 3 werelddelen. En we proberen ook niet alleen de inhoud van de archeologie, van de Romeinse geschiedenis te duiden en daar ook en te presenteren. Maar eigenlijk vooral via die grote internationale, misschien wel een van de grootste internationale monumenten. Om daar vooral de mensen die er mee te maken hebben, die daar aan wonen, om die ook bij elkaar te brengen. En misschien wel een kleine bijdrage te leveren aan wereldvrede. Dat kunnen we best gebruiken in deze tijd. Toen ik werd gevraagd om hier om deze presentatie te mogen geven, dacht ik van welke boodschap wil ik nou eigenlijk meegeven? Ja, eigenlijk eentje heb ik al meegegeven. Maar ik dacht, nou, wil ik nou wat meer bekendheid geven aan Park Matilo? Ja, dat wil ik wel. En willen we de activiteiten promoten? Of wil ik gewoon boekjes verkopen? Die kan je dadelijk kopen bij ons bij de stand. Daar wil ik ook wel reclame voor maken. Of de Limesvaart die wij maken samen met de Leidse Rederij en Sloepennetwerk. Elke zomer hartstikke mooie routes of een leuke arrangement. Maar ik dacht, ja, we moeten het misschien toch iets op een hoger niveau tillen. En daarom dacht ik, we moeten vooral zorgen dat er een sterkere verbinding komt met Park Matilo en de stad. En met de stad en Park Matilo. Dat is echt iets waarvan we ervaren hebben dat de afstand tot Rome is korter dan de afstand van Park Matilo tot het centrum. En dat is vreemd. Dus nou, laat vandaag de eerste dag zijn dat we de stap hebben gezet om naar elkaar toe te wandelen tussen het park en het centrum. Vandaar dat ik beschouw deze presentatie ook als enerzijds een uitnodiging. Kom bij ons, we hebben allemaal leuke dingen te doen en het is een fijne plek en de wijken Roomburg en Meerburg zijn hele fijne wijken met leuke mensen. Maar het is ook een aanbod van, wij willen ook als Park Matilo en als Stichting Mooi Matilo en de wijken met wie we samenwerken, wij willen ook graag bijdragen aan mooie dingen in de stad. Dus laten we samenwerken. Waar staat nou dat masker voor? Wat kan je ermee doen? Wat betekent het? Waarom is het daar gevonden? Daar wil ik het eigenlijk nu over hebben. Daarvoor moeten we wat gaan uitzoomen. En zelfs boven Matilo, we moeten naar het Romeinse Rijk. De grens van het Romeinse Rijk in de toptijd rond 100, 120 na Christus, 7500 kilometer, 3 werelddelen, 19 landen en samen vormen ze de Frontiers of the Roman Empire. En die grenzen, die hebben allemaal verschillende karakters. Wij kennen hem natuurlijk heel erg als riviergrens. Maar ja, ze lopen ook echt dwars door woestijnen. En langs grote bergketens hier in Roemenië. En een hele beroemde is ook de muur van Hadrianus. Bergen, maar ook een hele grote muur. Echt een wal die is gebouwd in Midden-Duitsland. Is er ook gewoon over honderden kilometers is een wal met een muur gebouwd. Met wachttorens erlangs. En wij kennen natuurlijk vooral de rivieren. Dit is een fort in Servië bij de Donau. Maar ja, de Rijn-Limes, die kennen we natuurlijk als de beste. Die loopt door onze eigen stad. Hoe is die Limes nou in Nederland bevestigd, hè? Vast komen staan? We kennen in het begin natuurlijk de verhalen van Caesar die Frankrijk verovert. Maar langzamerhand ook zijn eerste pogingen doet om Brittannië te veroveren. Hij komt er 2 keer en binnen een paar dagen of weken is hij ook weer weg. Het lukt hem niet om die echte backup te geven om Brittannië te veroveren. Ook de Augustus en Trajanus zijn ook bezig om, die willen ook uiteindelijk richting Brittannië, maar die willen eerst Germanië groot, het grote Germanië veroveren. En op een gegeven moment komen die twee ambities die conflicteren. Want later zie je dat de keizer Caligula zich weer wat meer op Britannia richtte. En op een gegeven moment zegt keizer Claudius, nu is het afgelopen met alle veroveringen van Germanië. Dat kost ons veel te veel tijd. Wij willen de Rijn gaan bewaken als grote transportroute richting Brittannië.
Je ziet ook hier, vorig jaar, twee jaar geleden, is natuurlijk in Valkenburg zijn nog de grote forten, een heel groot legioensfort, die echt bedoeld is voor de verovering van Brittannië, gevonden. En Claudius uiteindelijk in 43, die slaagt erin om met een enorme aanval, zowel vanuit deze regio als vanuit Boulogne-sur-Mer in Frankrijk, om inderdaad met een ongelooflijke massa langzamerhand echt vaste voet aan de grond te krijgen voor Brittannië. En dan binnen enkele decennia komt hij uiteindelijk bij de muur van Hadrianus, wat later de muur van Hadrianus zou worden. Die verovering van Brittannië ging, maar tegelijkertijd moest natuurlijk ook die Rijn zelf goed worden verdedigd en die grens moest worden gestabiliseerd. Dat is uiteindelijk, is die opdracht aangenomen door, of gegeven aan Corbulo, de beroemde Corbulo, die wij in deze streken natuurlijk allemaal heel goed kennen. En die gaat langzamerhand zorgen voor een systeem langs de Rijn van forten, van wachttorens, van een weg die er langs loopt, die inderdaad een grens, enerzijds een grens vormt, maar anderzijds ook de Rijn zelf als transportbaan. Beschermd. Die Neder-Germaanse limes, daar hebben we natuurlijk altijd heel makkelijk over. Die heet Neder-Germaans omdat de provincie waar wij hier in zitten, waar wij ook onderdeel van uitkomen, uitmaken, die heet de provincie Neder-Germania, Germania Inferior. Dus die hele grens die ervan is, dat zijn eenheden en die noemen wij ook in Nederland vooral de limes, of in Nederland en Duitsland, de Neder-Germaanse limes. Waar bestaat, het is wel echt een militaire eenheid, maar waar bestaat die nou feitelijk uit? Dat is niet één grote rij van zomaar een hoop forten, maar het is echt een onderverdeling van een heel militair legioensmassa, dat is echt een militaire kracht. Dat zijn de vier grote forten, met name in Duitsland en in Nijmegen nog, waar echt de steeds 5.000 of 10.000 man gelegerd zijn. Dat is echt de grote militaire macht van het Romeinse leger. En daartussen, en zeker aan de Nederlandse kant, is eigenlijk om de 10, 15 kilometer heb je op tactische plekken heb je kleine fortjes, kazernes, grensforten. In die legioenen, daar zitten legionairs en dat zijn Romeinse burgers. In die kleinere fortjes, dat zijn allemaal hulptroepen, veelal uit overwonnen volkeren, die overal maar worden neergezet om die grens, om die bewaking van die grens te verzorgen. He, die kleine fortjes, die bewaken dan, daar zitten 300, 400, 500 man en die bewaken dan weer een 10 kilometer met allemaal wachttorens en de weg en allemaal havens die daar liggen. Dus per eenheid bewaak je ongeveer 10, 15 kilometer van de grens. Een enorme organisatie. En dit gebeurt natuurlijk overal in het hele Rijk. Wat ik al zei, die Rijn is eigenlijk het belangrijkste. Daar draait het allemaal om. Dus er waren ook overal havens, er was ook een vloot, de Germaanse vloot, die bewaakte de Rijn zelf en ook de kust. Dus dat was een enorme organisatie om die Rijn te bewaken. En er waren enkele burgerlijke steden, echte bestuurlijke eenheden, waarvan de hoofdstad was Keulen. Wij zitten echt in het Duitse systeem, hoor. Wij zijn een uithoek van het Romeinse Rijk, maar we zijn ook echt een uithoek van onze eigen provincie. Want alles gebeurt in Keulen. En dat grote steden als Xanten, een stadje Nijmegen en een nog kleiner stadje Forum Hadriani. Dat zijn de steden langs de limes. En nog één keer wil ik benadrukken dat die fortjes van ons, die zie je linksonder. Dat zijn de kleine, dat zijn de gewone forten. De echte legioensforten, die zie je als grote plattegrond bovenaan staan. Dat zijn echte forten waar het feitelijk om draait. Als je ook de geschiedenissen leest, zijn dat de legioenen die worden verplaatst over het hele Rijk. En al die kleinere eenheden, die sjokken erachteraan of die worden eens een beetje vervangen. Dat zijn, dus ons fortje is natuurlijk een van, ons fort Matilo is natuurlijk een van die echt kleinere fortjes waarvan je er vele hebt. Hoe zag dat landschap eruit? Dat was natuurlijk heel anders dan nu. En zelfs ook heel anders dan 100 jaar geleden. Een heel groot veenweidegebied met een meanderende rivier. Slingerend door het landschap.
Daar organiseerde het Romeinse leger ongelooflijk veel, want er was voordat het Romeinse leger kwam nauwelijks wat. Er waren hier en daar wat keuterboertjes. Ik denk dat aan de kust op schoten zandplaten heb je behoorlijke ijzertijdnederzettingen in deze regio. Maar verder zou hier over die hele Rijnoever hier en daar een klein boerderijtje hebben gestaan. En in het veen alle kanten kleine boerderijtjes die verbonden waren met kleine veenstroompjes. Maar toen het Romeinse leger hier kwam met ineens duizenden en duizenden man, toen moest alles worden gemaakt. En daarom is die onderste plaat ook zo mooi. Alles moest worden gemaakt met hout. Want wij hebben natuurlijk even hier niet steengroeven, we hebben geen gebergtes waar even snel stenen uit kunnen worden gehaald. Dus alles moest van hout worden gemaakt. Wegen, havens, forten, huizen. Daarbij moest ook nog brandstof nodig. Dan nog allerlei andere dingen die moeten worden, schepen moesten worden gemaakt van hout. Het is ook echt zo dat, laten we zeggen, het Romeinse leger zich langzamerhand hier gaat vestigen vanaf het jaar 40-50 na Christus. Na 50 jaar is ook het Nederlandse hout op. Echt het hout, vanaf dat moment zien wij aan dendrochronologisch onderzoek, dat wordt allemaal uit Duitsland geïmporteerd. En we denken ook zelfs uit op een andere plekken, van Vlaanderen nog, misschien Vlaanderen, Ardennen. Daar wordt op dit moment allemaal onderzoek naar gedaan. Echt het hout is na 50 jaar op. Dus we lopen soms ook wel eens te kijken van, leuk, we kijken naar het verleden, want daar doen ze zo netjes reversibel met alles. En heel duurzaam, ook zo'n macht als het Romeinse leger heeft uiteindelijk het hele landschap hier gesloopt en omgevormd. Weg romantiek. Hoewel weinig romantiek aan de Romeinen, zou ik zeggen. Dit is van belang. Ook om aan te geven wat de rol is van een fort als Matilo. Wat was er waarom veroverden keizers provincies? Dat was voor gewin. Ze wilden eer halen. Ze moesten triomfen als triomfator kunnen worden binnengehaald in Rome. Maar je wilde dan wel graag wat meenemen. Uit deze regio valt niet zoveel mee te nemen. We hebben bijna geen delfstoffen. Er kan hier niks worden verbouwd. Hier en daar wat koeienhuiden. Maar ja, dat schiet er ook niet op om daar Rome mee binnen te lopen. Deze regio was echt heel belangrijk. Eigenlijk het enige wat hier echt belangrijk was, was de waanzinnige kans om van het continent naar de Noordzee, naar Brittannië te gaan. Zodra het Romeinse leger hier kwam, ze kwamen om naar Brittannië te gaan, want daar zijn de grote delfstoffen. Al duizenden jaren was ook al bekend dat daar het zilver, het goud, het lood, het zink, dat ligt daar voor het oprapen. Maar dat moest je wel komen. Nou, Nederland werd ook echt wel gezien toen al als grote doorvoerland. Daarbij, om dat hele systeem in gang te houden, heb je natuurlijk zelf ook, je moet je forten bouwen, die forten moeten uit het niets worden gebouwd, er moet wapens worden aangeleverd, er moet eten worden aangeleverd voor al die duizenden soldaten, dat kan niet allemaal hier worden verbouwd. Dus vanaf het moment dat het Romeinse leger zich hier vestigde om die Rijn veilig te stellen, en ook de Maas en ook de Schelde, hier geldt eigenlijk allemaal hetzelfde voor, vanaf dat moment hebben ze natuurlijk ook een nog groter probleem. Ze hebben een enorme logistieke uitdaging om alles maar in gang te houden. Het Romeinse leger is onverzadigbaar. En wat heb je daarvoor nodig? Boten. En die hele boten en scheepvaart, dat is waar eigenlijk een groot deel van de Nederlandse limes en de Nederlandse bezetting door het Romeinse leger omdraait. Nog enkele plaatjes voor dat grotere kader. Hier zie je een aantal grote bewegingen die door het Romeinse leger moesten worden gemaakt om dat hele transport, om die hele logistiek voor elkaar te krijgen. En daarin zie je natuurlijk ook dat Leiden erin een hele bijzondere rol zit, want die zit namelijk op het kruispunt van de Rijn met de grote zuidelijke route achter de kust naar Goede Reden, Colijnsplaats, waar dan een overslaghaven is, een hele grote overslaghaven, naar zeeschepen. En die zeeschepen die zorgen ervoor dat het via Boulogne-sur-Mer naar Brittannië komt. Dat is de grote lijn waarin wij een hele belangrijke, maar ook een kleine, maar wel belangrijke schakel vormen. Dat Neolenia, Colijnsplaat, dat kennen we allemaal, want dat is ook de plek waar de Neolenia-altaren zijn ontdekt. Die staan hier prachtig in het RMO, opgesteld, schitterend. Door alle stromingen is die hele haven weggespoeld, maar doordat die Neolenia-altaren zijn ontdekt, ja, kan het niet anders zijn dat daar een hele grote haven is geweest om de Noordzee te bereiken.
Er zit heel, ook een enorme problematiek zit hier nog aan, want ik vertel het nu heel makkelijk alsof je zomaar alle kanten op kan varen. Dat is niet allemaal helemaal waar, maar dat moeten we allemaal nog voor een deel uitzoeken. Maar dit is wel de grote lijn en hoe dan ook is dit ook wel de plek waar Matilo een belangrijke rol speelt. Ik zei nog even, hè, je kan niet altijd overal naartoe varen. Langzamerhand, er begint een idee te ontstaan dat eigenlijk die hele regio die hier omcirkeld staat, is misschien wel een enorme delta van transport, wachten op goed weer, wachten op ladingen. Misschien was dat wel een heel groot europoort voor het Romeinse leger tussen de continent en de Noordzee. Nou, dat is een kant waar we op dit moment op gaan zijn. Terug naar Matilo, want daar waren we hier voor. Je ziet hier ook, hè, het is iets anders georiënteerd dan normaal, maar dat was voor de plaat het mooiste. Je ziet aan de linkerkant zie je de Rijn kronkelen gaan en dan het kanaal van Corbelo stroomt daarin. Feitelijk is het hier nog een natuurlijk stroompje. Dat is ook de plek waar natuurlijk dat fort is, uiteindelijk is gebouwd. En dat is in Voorschoten en in Leidschendam is dat echt een kanaal geworden. En hier is daar een natuurlijke stroom geweest. De Tabula Peutingeriana, die is net ook al geweest. Want hoe weten wij nou eigenlijk? Hoe weten we nou eigenlijk dat hier het fort Matilo heeft gelegen? Wij hebben eigenlijk we denken altijd maar, in de Romeinse cultuur, daar is heel veel schrift, dus we weten alles, wij hoeven eigenlijk alles maar op te lezen, hoe de geschiedenis was. Maar het blijkt dat eigenlijk in de Romeinse tijd in Nederland, daar zijn maar enkele woorden over geschreven. Dus we moeten eigenlijk wel alles van archeologisch onderzoek hebben. Alleen het is wel fijn als je wat steunpunten hebt. En een van die steunpunten is deze 14e eeuwse reiskaart. Waarvan we denken, of waarvan men weet dat dat een hele goede kopie is van een 4e eeuwse Romeinse reiskaart. En het bijzondere is dat juist op deze kaart onze regio heel goed een aantal namen, er zijn een aantal namen op, waardoor we gewoon ook namen aan ons eigen fort kunnen geven. De foto is denk ik een beetje slecht, maar wat wel heel grappig is, die kaart is helemaal plat. Deze hele kaart van 6, 7 meter lang, 30 centimeter hoog, die geeft dat hele, laten we zeggen, rechthoekige rijk weer. Het is helemaal platgeslagen kaart is het. Het is een krankzinnige kaart. Maar ons helpt die wel heel erg, want hier zie je in deze, op deze plaats zie je de rivier de Rijn. En daar net daaronder zie je in hoeken, dat zijn eigenlijk afstanden en luigheid, zie je van Lugduno naar Praetorium Agrippina Valkenburg. Dan komen we natuurlijk Matilone tegen. En dan gaan we via Alphen naar Zwammerdam, naar Woerden. Nou, zo gaat het door. Uiteindelijk zien we ook nog even Nijmegen in het oosten. Deze kaart geeft natuurlijk wel een mooie structuur aan de forten die wij, of die vooral onze voorgangers de afgelopen eeuwen hebben ontdekt, langzamerhand langs de Rijn. Maximiliaan, daar is hij. Die heeft inderdaad een aantal vondsten meegekregen. En die waren ontdekt bij de bouw van het Sint-Margaretha-klooster. Wat op Matilo, wat in de toenmalige Roomburg is neergezet. Hele grote inscripties, maar ook een aantal bronzen leeuwen wordt er geschreven. Honderden munten en een hele grote, mogelijke standbeeld. De inscripties, de grote inscripties, die hebben we nog gelukkig. Maar juist al die kleine goodies, die zijn er echt allemaal verdwenen. Maar het is natuurlijk wel een teken dat daar wat aan de hand is. En toch is er heel lang getwijfeld van waar nou het Fort Matilo was. Want eigenlijk is het natuurlijk doodlogisch dat het Romeinse fort gewoon ook onder het oude Leiden ligt. Dat willen we ook met z'n allen. Onze voorgangers hebben zelfs Leiden uitgescholden voor Lugduno. Dat is ook zo makkelijk. Dus we wilden dat ook allemaal lekker hier hebben. En dat was ook niet helemaal raar, want er zitten ook onder in de burcht, in de funderingen, zitten ook allemaal resten uit het Romeinse resten die
die daarvan zouden kunnen zijn. Maar uiteindelijk heeft Holwerda, de conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden, in 1927 de eerste echte proefsleuve gelegd. En die is er tot de conclusie gekomen, weer terug eigenlijk, dat ook echt dat Roomburg echt de plek is waar het Romeinse fort heeft gelegen. Holwerda was de eerste die opgroef, maar daarna is er ongelooflijk veel onderzoek gedaan. Dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat we inderdaad deze mooie reconstructietekening kunnen maken, die behoorlijk op waarheid, die natuurlijk veel is bedacht, maar ook heel veel wel gebaseerd op echte feiten. En dat heeft uiteindelijk een soort hele globale geschiedenis meegebracht, van dat we kunnen de Romeinse tijd behoorlijk goed in kaart brengen. We weten ook dat op de plek waar het Romeinse leger heeft gezeten en ook de vicus is geweest, dat daar in de vroege middeleeuwen een opvolger heeft gehad. Uiteindelijk is waarschijnlijk de grote opvolger in de vroege middeleeuwen is natuurlijk in Leiderdorp gekomen. Maar die hebben gebruik gemaakt van heel veel bouwmaterialen van het oude Roomburg. Maar in ieder geval, dat zal een conglomeraat zijn geweest in de vroege middeleeuwen. En later is er door opgravingen het oude kasteel Rodenburg weer teruggekomen. En het Sint-Margarethe-klooster, dat blijft eigenlijk een behoorlijk raadsel. Dat krijgen we maar niet goed in de vingers. Dat komt nu, en dat zal ook niet heel makkelijk meer gaan gebeuren, want er zijn allerlei, met methodes is die hele regio bekeken. Maar we willen daar eigenlijk niet meer opgraven, want zodra wij ook gaan opgraven, dan ook slopen wij als archeologen de historie. En inmiddels is Matilo wettelijk beschermd. En we zullen daar eigenlijk nauwelijks meer graven. Dus misschien zal ook het Margaretha-klooster altijd wel een raadsel blijven. Maar we kennen, via de oude kaarten kunnen we het ongeveer plaatsen daar. Voor vandaag is denk ik vooral de Romeinse chronologie van belang. Ik noemde net al dat rond het jaar 47 dat kanaal van Corbulo is aangelegd in stabilisering van de bewaking van de Rijn. Op dat moment was er niet meteen een fort. Echt, bij alle opgravingen is er goed gekeken naar of er inderdaad een heel vroeg fort kon worden aangetoond. Dat kon niet worden aangetoond. Vandaar dat we moeten maar aannemen dat daar misschien een kleine wachttoren heeft gestaan. Misschien tentenkampen om toch die kruising te bewaken. Maar het echte fort zal een beetje vanaf het jaar 80 zijn begonnen. En zo zie je dat er in het begin een houtaarde fort zal zijn geweest, met misschien een kleine handelsnederzetting eromheen. En dan vanaf midden tweede eeuw zie je dat langzamerhand de verstening gaat komen. En die forten steeds groter en steniger worden, meer uit steen bestaan. En het lijkt erop dat het fort echt als groot fort zal zijn intact zijn gebleven tot ergens midden derde eeuw. Daarna kunnen we verwachten dat hij soms nog een opleving heeft gehad. Want soms ook werd toch dat hele systeem van transportroutes hersteld. Maar over het algemeen is echt de toptijd van Matilo zal 80, 230, 240 zijn geweest. Dat in die periode zal het grotendeels goed hebben gefunctioneerd. Het is leuk om even twee fases wat van dichterbij te bekijken, met name aan de hand van een aantal vondsten. Dit is een mooie reconstructie van rond het jaar 100, 120. Dan zie je dat er nog heel veel hout is. De huizen zijn van vakwerk. Klein deel met dakpannen, groot deel met houten dakpannen, shingles. En we hebben hier kan je dat iets beter zien. En we hebben op deze plek kunnen we een aantal leuke, bijzondere vondsten langs gaan. Het mooie is dat we een hand hebben gevonden van een keizerbeeld. Het bijzondere dat we in onze regio van keizerbeelden bijna niets hebben gevonden, behalve drie handen. We hebben er in Naaldwijk eentje gevonden en in Forum Hadriani en in Leiden, maar verder niet. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen, hoe dan ook, dat die grote standbeelden, bronzen beelden, zodra er natuurlijk ergens het toezicht kwijt was, het Romeinse leger wegging, dat die beelden werden omgesmolten. Toch hoorden we ook net natuurlijk nog van dat er misschien wel aan keizer, dat in de
dat in de midden 16e eeuw is er inderdaad zo'n standbeeld nog mogelijk gevonden uit de geruchten. Maar die zijn we echt kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is dat brons allemaal omgesmolten en moeten we het op dit moment doen met de handen van deze keizerbeelden. Die keizerbeelden waren heel belangrijk, want de keizercultus was een van de bindende factoren in het Romeinse leger. Een andere vondst is een grote inscriptie, waarvan we dadelijk de achterkant tegenkomen. En op die inscriptie staat dat er een gebouw is gebouwd. Daar kom ik dadelijk op terug. Nou, ons masker, dat kennen we natuurlijk. Gevonden in het kanaal. Behorend tot een ruiter, ongeveer midden 2e eeuw. We hebben echt het idee, er zijn echt wat aanwijzingen dat het niet is verloren in de gracht. Maar dat het echt bewust is geofferd, is gedumpt. We vinden eigenlijk de mooiste wapens, de mooiste helmen, vinden we al sinds de bronstijd, vinden we in waterpoelen. En niet alleen omdat dat de beste plek is waar ze bewaard blijven, maar ook omdat we zien ook heel vaak dat die wapens onklaar worden gemaakt. Dat ze worden omgebogen, dat ze niet meer kunnen worden gebruikt. Het einde van een carrière. Op die manier denken we ook dat dit masker zo kan worden geïnterpreteerd. Iemand die 25 jaar diensttijd achter de rug heeft en daarvoor de goden dankt. En aan zijn tweede leven kan hoop te kunnen beginnen. Want het was natuurlijk wel bijzonder dat je je 25-jarige dienstplicht volmaakte. Een andere hele bijzondere vondst, moeilijk te zien, maar wel even, ik zal hem nu even wat beter tonen. Dat is een schildhoes geweest. Deze hebben we echt in de laatste avond van de opgraving, gevonden. Het zat ergens in een hoekje van een put die we eigenlijk niet meer zouden doen. Maar bij het opruimen kwamen we toch een hele plak leer tegen. En onder dat leer zat allemaal tentstukken, schoenen, maar ook deze bijzondere schildhoes. En het mooie is dat die schildhoes, daar kon Carol van Driel uit Leiderdorp, maar echt wereldberoemd op het gebied van leeronderzoek. Die kon daar heel mooi dus in stiksels kon ze reconstrueren dat dit een schildhoes is geweest van het 15e cohort van vrijwilligers. En niet alleen is er in het fort iets gevonden wat met het fort te maken heeft, maar ook in de Oude Rijn is opgebaggerd ergens aan het einde van de 19e eeuw een schitterende schedepunt, zwaardschedepunt, met aan de ene kant Trajanus, aan de andere kant Hadrianus, ongelooflijk mooi. Staat ook, al deze vondsten staan natuurlijk prachtig mooi in het Rijksmuseum voor Oudheden. En die heeft tot een soldaat behoord hier in het Romeinse leger. Overigens ook nog een tweede helm gevonden bij het uitgraven van de Limes aquaduct. En die staat op dit moment ook in het Rijksmuseum voor Oudheden. Er is echt zoveel, ongelooflijk veel mooie vondsten die te maken hebben met Matilo. We gaan nu een klein experiment doen. Ik ga met mijn rug naar u staan. Want, ging dat nou werken? Ja. Want het mooie is dat we deze fase van het... Dat we deze fase van het fort, daar is een app van gemaakt. Die kunnen jullie vinden op geschiedenisvanzuidholland.nl. Zal dadelijk wel weer even op scherm komen, en anders vragen we het dadelijk, zal ik het dadelijk nog een keer zeggen. Het mooie is dat je dadelijk in Park Matilo, maar je kan het ook thuis doen, kan je inderdaad voor een deel door het Romeinse fort lopen. Ik ga hem even heel kort even laten zien. Dankjewel, Martin. Hij is eigenlijk bedoeld voor een virtual reality bril. Even kijken hoor. Maar het is leuk. Ik zal even één ding mooi laten zien. Kijk, hier loop je. Nu moet ik natuurlijk. Dit is aan mij. Oh. Het is met een virtual reality bril is dat natuurlijk veel makkelijker. Hier was ik al bang voor, maar dat is... Ik heb geoefend hoor, jongens, maar deze is ook wel heel mooi. Hier kom je in een soldatenbarak.
Nou, ik denk dat dit... Maar het even om aan te geven, je hebt 3 of 4 viewpoints. En dit is ook te verkrijgen voor een aantal andere... Hij moest nu terug, dit was het linkste van de actie. Even geduld. We hebben deze apps ook voor alle andere Romeinse forten in Zuid-Holland. En die zijn inmiddels beschikbaar. Peter, is er nog hulp mogelijk of niet? Zeg je? Ja, niks meer aan doen. Oké, maar in ieder geval dus deze apps, die time travel apps, die zijn ontzettend leuk om echt terug te gaan in de Romeinse tijd. Ik wil met jullie naar de volgende periode. Dan wordt het voor het echt wat steniger en dan komen we ook in de tijd, we waren net wat meer in de tijd van de keizers Trajanus en Hadrianus. Nu komen we in de tijd van Septimius Severus, die zijn ogen weer helemaal richt op Britannia. En ik vertelde net ook al, er was één inscriptie gevonden waar sprake was geweest van de bouw van een gebouw. En het mooie is dat in deze inscriptie, dit is de achterkant van deze, die hangt in kasteel Duivenvoorde. En het mooie is dat hierop staat dat ten tijde van Septimius Severus, rond het jaar 200, dat het wapenkamer, dat armamentarium, de wapenkamer, het arsenaal, dat herbouwd is omdat het helemaal is ingestort. En vandaar dat het opnieuw is gebouwd. Dus we denken eigenlijk dat die inscriptie op de andere kant ook voor het wapenkamer was. En dat die nieuw is gerepareerd 100 jaar later. En die is weer teruggezet. Wat je ook ziet, en dat is heel bijzonder aan het onderzoek wat we hebben gedaan in Matilo, is dat we ongelooflijk veel misbaksels gevonden van dakpannen. En als er nou een fort werd gebouwd, dan kwamen echt wel die dakpannen kwamen uit Xanten. Daar was een hele grote dakpannenbakkerij. Of uit Nijmegen, de Holdeurn. Maar ja, er moesten ook regelmatig kleinere reparaties worden gedaan. En we hebben echt de aanwijzingen voor een eigen productie hier in onze eigen locatie. En dat hebben we ook voor een deel aan kunnen tonen. Want de dakpannen met een 30e legioenstempel, hè, dus die dat officieel werden geïmporteerd, die hadden inderdaad andere kleitypes dan de lokale dakpannenproductie. Dus dan konden we ook zien dat er echt lokaal kon worden geproduceerd. Een mooie handboog is gevonden, heel zeldzaam. Die boogschuttersclubs, er waren er niet zoveel van eenheden. Je hebt hier Syrische, dit is een voorbeeld van Syrische boogschutters, zoals ze bij de muur van Hadrianus waren. En eigenlijk is deze boog in Matilo heel zeldzaam. Het leuke is dat, naar aanleiding van deze vondst, er ook een handboogvereniging is begonnen op Park Matilo. Er is een altaar ontdekt. Een klein stukje van altaar, die vind je in onze regionen allemaal niet. Als je aan de Romeinse tijd denkt, dan denk je dat wij om zullen komen in de inscripties en de altaren. Maar het is helemaal niet zo. We hebben hier een kleine wei-inscriptie ontdekt van een soldaat uit het 30e legioen. Waarvoor en waarom, weten we niet helemaal zeker. En dit is de grote inscriptie die is ontdekt in 1502 al, bij de bouw van het klooster. En deze is wel heel belangrijk, want ook deze, hier zien we een paar bijzondere dingen aan. Eén daarvan is dat het uit de tijd van Septimius Severus komt. De tweede noemt hij hier ook Caracalla, zijn zonen Caracalla en Geta. Alleen dat hier, jullie hebben wel eens vast van de term damnatio memoriae gehoord. Dat iemand uit de herinnering moest worden gewist. Je ziet letterlijk... Je ziet letterlijk de plek waar broer Geta heeft gestaan en toen Caracalla aan de macht was, heeft hij er opdracht gegeven om overal waar Geta staat, om die letterlijk uit te wissen. En deze inscriptie die komt grotendeels overeen met een inscriptie die in Alphen is gevonden. En zo zie je ook dat er een enorm bouwprogramma was rond het jaar 205 en ook daar weer geldt.
dat was niet om de Rijn, omdat het hier nou weer zo goed moest worden, maar omdat die Rijn zelf als transportroute richting Britannia, dat die volop, dat die weer moest worden gereed worden gemaakt. Zodat de aanvallen die in Noord-Engeland werden door Schotten werden gedaan, dat die konden worden afgeslagen. Dus zo groot is dat systeem. We vinden ook kleine dingen terug. Een vervloekingstablet. Deze kunnen we niet lezen. Want het is de Griekse, rare Griekse letters, maar dat snappen we niet helemaal. Daar is echt heel goed naar gekeken. Maar er is bijvoorbeeld in Bodegraven een vervloekingstablet gevonden. En daar stond echt letterlijk in van die en die en die naam. Dat waren er 20. Nou, laat het ze niet goed vergaan. He, dus zo wordt dat in lood wordt dat gerold en ergens op een plek neergelegd waar het heel veel kwaad kon. Dat is echt, in Nederland zijn die dingen heel zeldzaam. In het Romeinse Rijk zijn er honderden van. Wat ik tot op heden vooral heb willen laten zien, is vooral inderdaad Matilo als onderdeel, als bewaker van het grote systeem, nou, waarvan ik jullie denk ik heb overtuigd dat dat bestond. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer in Matilo. Er wonen mensen in Matilo. Er wonen kinderen in Matilo. Er wonen vrouwen in Matilo. Hoe gingen de Romeinse soldaten, die zelf geen Romeinen waren, maar ook maar overwonnen waren, hoe gingen die om met de volkeren die hier woonden? Allemaal zaken die we in dit tijdbestek nu even niet behandelen, maar dat zijn wel zaken die wij allemaal meenemen en ook steeds meer zullen meenemen. Want wij willen natuurlijk ook dat het niet alleen militair is wat we gaan vertellen, maar dat het ook een breder publiek gaat aanspreken. Want het is allemaal wel heel militair wat er tot op heden is gedaan. Matilo is uiteindelijk, net als het hele Romeinse Rijk, langzaam wat afgezwakt. Deze plek is overgenomen door een soort warlords uit de vroege middeleeuwen. Die hebben ongetwijfeld zich gevestigd op het fort en van daaruit een regio bestierd. Later wordt het hier wat onduidelijker wat hier allemaal gebeurt. Kasteel Rodenburg is nog wel ontstaan. En langzamerhand komt het Sint-Margaretha-klooster erbij. Het wordt een heel tuinbouwgebied. En eigenlijk komen we dan in de huidige tijd. Waar het Park Matilo is geworden. 9 jaar geleden werd het geopend. En heeft de gemeente ook gezegd: wij hebben de hardware verzorgd. Bevolking, nu is het aan jullie om er wat leuks van te maken. Om daar leven in te brengen. Nou, daar hebben we met z'n allen heel hard aan gewerkt. Het is een heel mooi park geworden. Maar, zoals ik al zei, met de UNESCO-status die het heeft gekregen, hebben wij ook werkelijk een verantwoordelijkheid gekregen om er wat van te maken. Vandaar, welkom in Matilo. Dat is wat we willen uitstralen, maar wat nog wel heel veel zal vragen. We zijn er al 10 jaar lang mee bezig inmiddels met een steeds groeiend aantal partijen, met name met de wijken zelf. En met hen willen we, maar zullen we ook mooie zaken maken. Maar we hebben ook al heel veel gedaan hoor. We hebben eigenlijk al een behoorlijk programma wat een beetje regulier begint te worden. Met allemaal workshops, rondleidingen. We hebben met de wijkenfeesten, we doen jaarlijks mee inmiddels met de marathon. We hebben Romeinse zondagen gehad, die zullen wel weer terugkomen. Een heel bijzonder project is dat de Matties van Matilo. He, met kinderen worden er allemaal plannen gemaakt. Er worden allemaal leuke dingen gedaan. En we zien ook die kinderen langzamerhand terugkomen. En we hebben de afgelopen jaar het Vier Windstreken Festival gehad. Waarbij we proberen in elk seizoen een Romeins feest te koppelen aan moderne activiteiten. En een van de hoogtepunten was ook de buurtcamping die we samen met de wijkverenigingen hebben georganiseerd, waarbij een heel Romeins programma is gemaakt. Zo proberen we ook het Romeinse programma en andere activiteiten heel erg aan elkaar te koppelen. Net terug is er een groep Leidenaren die kennis heeft gemaakt met andere bewoners van de Muur van Hadrianus. En die hebben samen daar met kunstenaars een kunstwerk gemaakt.
Ook om aan te geven dat, ik zit in een heel groot internationaal netwerk van wetenschappers, maar we willen juist ook zorgen dat burgers langs de Limes elkaar ook leren kennen. Want dat is uiteindelijk de echte uitwisseling waar UNESCO naar streeft en waar wij proberen invulling aan te geven. Dat is toch heel kleinschalig, maar dat begint te lukken. Weet dat wij onderdeel uitmaken van een nationaal netwerk. We zitten aan de rand van de stad, maar we zitten midden in allerlei netwerken, samen met alle andere Limes-locaties, presentatieunits. En er zijn ook allemaal routes. Er zijn vaarroutes, er zijn landelijke fietsroutes. Allemaal landelijke fietsroutes. En we zien sinds enkele jaren zien we dat er elke dag kleine clubjes mensen door Leiden fietsen, maar ook door Park Matilo fietsen. En daar wrong nog een beetje de schoen, als dat Nederlands is. Want alles wat wij tot op heden hebben gedaan, is vanuit een tent die we moesten opzetten. En ook weer afbreken, waardoor als wij er niet zijn, het park leeg is. En die klacht krijgen we echt vaak. Maar daar zijn we nu echt mee bezig. We zijn bezig om na te denken over een Limes bezoekerscentrum, maar ook over een wijkactiviteitencentrum. En wordt dat geïnspireerd op een soldatenbarak? Of tegenwoordig zitten we meer in de Principia, het hoofdgebouw van het fort. Maar op 17 december, mag ik hier trots aankondigen, zal in ieder geval de Fabrica worden geopend. En de Fabrica is de werkplaats, dat is ook een van de gebouwen in een Romeins castellum. En wij hebben dus ons eerste kleine probeersel, hebben we Fabrica genoemd. En daarmee zullen de mensen, zullen de bezoekers, maar ook de wijkbewoners, voor het eerst echt welkom zijn, denk ik, in Park Matilo. We hebben nog meer gedaan. We hebben een digitaal museum Matilo gemaakt, in samenwerking met Erfgoed Leiden en het Rijksmuseum voor Oudheden. Het leuke is dat we dat museum hebben gemaakt. En dat daar zijn alle vondsten, voor een groot deel die jullie vanavond ook hebben gezien, ingesproken door Leidenaren en wijkbewoners. Dus we hebben echt een heel levend museum. Dat is nu nog alleen een Romeinse laag, dat is natuurlijk de onderste. Maar we willen ook een middeleeuwse laag maken en een hedentijdse laag. We willen een hedendaagse laag. We willen eigenlijk ook met de bewoners samen Park Matilo nu, of de wijken nu, laten zien. We kunnen dit niet allemaal alleen doen, dus wij zoeken ook vrijwilligers. Vandaag kan je je opgeven, dus we hebben lijsten voor, je kan je namen allemaal opgeven, dat is geen enkel probleem. Maar voor degene die vast of ook gewoon los een klein beetje willen meedoen op een of andere manier, we kunnen alle hulp gebruiken. Maar ik denk nog meer dat we moeten kijken of we misschien niet samen met de vereniging uit Leiden wat meer structureler kunnen optrekken. Ik zat net te denken bij de inleiding van Jan Jaap. Kunnen we niet ook een werkgroep Romeins Leiden beginnen? En ik denk dat we dat dan misschien juist vanuit Matilo zouden kunnen organiseren. Nou, dat is op die manier denk ik dat we wat natuurlijker naar elkaar toe groeien. Ik hoop in ieder geval dat vandaag een uitnodiging was om naar het park te komen en op parkmatilo.nl te kijken. Maar ik hoop vooral dat dit het begin is van ook iets wat wij kunnen bijdragen aan een langdurige samenwerking. Dank jullie wel. Dankjewel, Tom. Met bloemen. Zo zijn we 120 jaar na professor Blok weer terug bij de Romeinen. En in ieder geval de oudste laag die goed is onderzocht en waar ook nog heel veel te onderzoeken is. En te bezoeken is. Het programma van vandaag heeft een aantal vaste elementen, waarvan sommige al 120 jaar oud zijn. En één daarvan is de uitreiking van het jaarboekje. En het mooie is dat die jaarboekjes, die kun je natuurlijk verzamelen. Ze circuleren nog, een deel daarvan is antiquair. En dat is ontzettend leuk, want zo creëren wij ook als vereniging natuurlijk ons eigen erfgoed wat verhandeld kan worden.
Maar we gaan ook mee met onze tijd, want bijna alle jaarboekjes zijn ook digitaal via onze website te raadplegen. De website die ook door een prachtig team wordt onderhouden en verrijkt. Het jaarboekje ga ik niet zelf uitreiken, want we hebben niet alleen een commissie die de geweldige inhoud van het boekje samenstelt, maar die ook voor de uitreiking zorgt. Vanmorgen stond er al een mooi artikel in het Leids Dagblad over één van de prachtige onderwerpen in het jaarboekje. Het jaarboekje lijkt ieder jaar weer dikker te worden, maar ik heb mij laten verzekeren dat dat niet het geval is. Dus dat is volop beleving. En ik wil heel graag Ed van der Vlist naar voren vragen of hij het eerste exemplaar van de editie van dit jaar aan de burgemeester wil overhandigen. Ed, wil je naar voren komen? Mag ik jou voor de inleiding de microfoon geven? Ja, die doet het ook. Heb ik die weer neer? Want het zou hierin zitten. We zijn al een kwartiertje uitgelopen, dus ik hou het kort. Geachte aanwezigen, meneer de burgemeester. Je zult maar burgemeester van Leiden zijn. Dan krijg je ieder jaar als allereerste het Leidsjaarboekje aangeboden. Ik heb niet nagezocht sinds wanneer deze mooie traditie bestaat, maar ik vermoed dat die al heel lang bestond in 2003, het jaar dat een grote meerderheid van de bevolking van Leiden koos voor de heer Lentverink als hun nieuwe burgemeester. Vandaag zou hij dus voor de 20ste keer het eerste jaarboekje aangeboden krijgen. Dat is een lustrum. Maar dat klopt toch niet helemaal. Dat lustrum, dat jubileum, ligt eigenlijk al achter ons. Dat zit zo. De kroon benoemde Lentverink in het voorjaar. En het jaarboekje van de Vereniging Oud-Leiden verscheen, net als nu, pas in het najaar. En al in mei 2003, volgens mij was het mei 2003, was er een ander Leids jaarboekje verschenen, namelijk het 14e jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. Een publicatie van de Dirk van Eck Stichting. En dat boekje wilde die kersverse burgemeester ook wel graag hebben. Als secretaris van genoemde stichting heb ik hem toen dus maar een stapeltje van die jaarboekjes bezorgd. Dan kon hij zich alvast een beetje inlezen in die Leidse geschiedenis, zoals het een historicus betaamt. Het voorval is tekenend voor de belangstelling van onze burgemeester. Het is dus ook niet mijn eerste jaarboek dat ik vandaag aan de burgemeester mag overhandigen. En inmiddels is de heer Lentverink de burgemeester die het langst aaneengesloten in functie is in dezelfde gemeente in Nederland. Bovendien is hij sinds ruim een jaar de langst zittende burgemeester van Leiden sinds de Meij van Streefkerk, die zetelde van 1820 tot 1842. En die gaat hij vast nog een keer inhalen. Overigens is de combinatie langzittende bestuurder en historicus geen garantie voor een volmondig te prijzen carrière. Maar in dit geval hier in onze stad is dat naar mijn mening zeker wel het geval. En die stichting, die is alweer bijna 10 jaar geleden na 25 jaarboeken opgegaan in de historische vereniging Oud-Leiden. Zij blijft als commissie actief in onze vereniging en zo kunnen we met een gerust hart stellen dat er nog maar één echt Leids historisch jaarboek is. En daarover gaat het vandaag, over jaargang 114 van het jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, kortweg het Leids jaarboekje. Daar staan maar liefst 10 artikelen in. 10 artikelen, afgezien van de vaste onderdelen die u van het boekje gewend bent, zoals de Chroniek van Leiden, het bouwhistorisch jaaroverzicht, de bibliografie. 10 artikelen met een mooie spreiding in tijd en ruimte, want daar mikken we op. Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, 16e, 17e, 18e, 19e, tot de 20e eeuw. Ze trekken allemaal aan de lezer voorbij.
De belangstelling voor het recente verleden zet zich voort en dat vinden we in de redactie een goede zaak. Heel blij zijn we bijvoorbeeld met een bijdrage over de Leidse architectuur in de jaren 1970, 1980. Sport en spel komen uitvoerig aan de orde. Meer exact in een artikel over Leidse korfballers in 1920 en een artikel over de eerste Leidse speeltuinen. Ook die aandacht is goed, want u weet natuurlijk, spel gaat aan cultuur vooraf. Of misschien weet u dat niet. Maar mocht u weten wie ik hier parafraseer, kom mij dat dan straks even vertellen, want voor haar of hem heb ik een kleinigheidje meegenomen. De redactie streeft ernaar om aandacht te besteden aan de omgeving van Leiden, zoals de officiële titel van het Leidsjaarboekje in het vooruitzicht stelt. En daar zijn we ook dit jaar weer in geslaagd. We gaan op bezoek bij het Groene Kerkje in Oegstgeest en laten ons zelfs helemaal leiden naar Leidens Hoop. Dat is een plantage in Suriname. Dat is niet bepaald naast de deur, maar wel degelijk Leidse geschiedenis. En er is nog veel meer. Leest u het straks maar. De grootste lof voor een nieuwe publicatie komt natuurlijk toe aan de auteurs ervan. Voor hen is het schrijfwerk misschien soms een eenzame tocht geweest, want schrijven doe je in je eentje. Maar wanneer een redacteur zich met je tekst gaat bemoeien, zeker wanneer dat een Piet Luttige eindredacteur is, want zo mag ik mijzelf wel noemen als ik bij gelegenheid die pet draag, nou, dan wordt er heel wat van de sociale vaardigheden verlangd. Maar zonder gekkigheid, alles is meer dan goed gegaan, goed gekomen, ook op dat vlak. Auteurs, jullie hebben prachtig werk geleverd en het was aangenaam met jullie te overleggen. Veel dank daarvoor. Schrijven doe je dus alleen. Maar het telkens opnieuw maken van zo'n jaarboekje is echt teamwerk. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. En daarom hecht ik eraan om nog een paar bedankjes uit te delen. Om te beginnen wil ik de overige leden van de redactiecommissie bedanken. Bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar en voor het vertrouwen dat spreekt uit het feit dat ik jullie voorzitter mag zijn. Eén van jullie pik ik er even uit. Omdat ik weet dat het voor hem dit jaar einde oefening was. Jan Dreugen, onze Nestor. Jan, voor jou was de laatste redactievergadering, tevens je allerlaatste. In 1986 trad je toe tot de redactie. Je hebt er ruim 36 jaar deel van uitgemaakt. En als blijk van waardering voor je uitzonderlijke wijze waarop je hebt ingezet voor het Leidsjaarboekje, ontving je van het bestuur van onze vereniging al het exclusieve ereteken dat bekend staat als het Leidse lakenloodje. Maar ik wil je vanaf deze plek ook nog even persoonlijk bedanken. Christine van der Ven dank ik voor de flexibele omgang en voor de nauwgezette wijze waarop zij de vormgeving van het boekje heeft verzorgd. Ze stond steeds voor de redactie klaar, ook als er bijvoorbeeld weer een foto moest worden bijgekleurd of weer een komma moest worden gecursiveerd of juist niet. Bert Lever van drukkerij Nautilus begeleidde het drukproces, vakkundig, vriendelijk, niet voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst. Dan kom ik bij de lezer. Zonder lezer heeft een jaarboekje weinig zin. Dank dus aan alle leden van de historische vereniging Oud-Leiden en wie nog geen lid is, moet dat maar gauw worden en dat kan vandaag nog. Meneer de burgemeester, dank dat u de eerste lezer wilt zijn. Graag bied ik u mijn eerste, echte, officiële eerste Leidsjaarboekje aan. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Dames en heren, ik pleeg ook altijd even kort te reageren. En dat was meestal alleen proviest, want ja, zo'n boekje wat je zo in handen gedrukt krijgt, daar kun je natuurlijk eigenlijk nog niet zoveel zinvols over zeggen, hè, als het het eerste exemplaar is. Maar blijkbaar waren ze dan niet zo tevreden over hoe ik dat de afgelopen bijna 20 jaar heb gedaan. Want inmiddels krijg je dat boekje van tevoren toegestuurd, zodat je je eventjes ordentelijk kunt voorbereiden. Want anders wordt het allemaal niks in deze situatie. Nou had ik daar gewoon geen tijd voor. En ik dacht van tradities moet je ook niet te zeer wegschuiven. Dus ik heb de inhoudsopgave bekeken en ik heb er even doorheen gebladerd.
En toen viel me wel een paar dingen op. Er zit een heel mooi artikel in over hoe de Rijn in de loop der tijd is, van bedding is veranderd. Sluit fantastisch mooi aan op het verhaal van Tom Hazenberg. En ook bij een heleboel andere vragen die we hebben. Er staat ook een theorie in van hoe het Waardeiland ontstaan is. En dat is ook hartstikke leuk. De mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis en de geschiedenis van rond het jaar 1000, daarvoor is dat hartstikke interessant hoe dat uiteindelijk tot stand is gekomen. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, de jonge bouwkunst, hartstikke in de belangstelling. Jan-Jaap begon er in het begin nog even mee. En al die andere artikelen, daar kan ik alleen maar van zeggen, het wordt hartstikke fijn om die door te nemen. En ja, ik ben nu de langzittende burgemeester van Nederland. En dan begrijp je natuurlijk ook wel dat je zo'n burgemeester, de ridder, dat die niet zo direct in het geheugen ligt. Dat is natuurlijk geen competitie meer. De Meij van Streefkerk nog wel. Maar dan moet ik wel zeggen dat de Meij van Streefkerk in zijn eerste 4 jaren niet alleen burgemeester was. Toen was hij lid van een college van burgemeesteren. Ja, en dat telt nog niet eens half mee natuurlijk in zo'n situatie. Dat begrijp je wel. En als we die eraf trekken, dan heb ik hem al dik ingehaald, moet ik eerlijk zeggen. Dus, maar goed, we zijn in onze eindspurt bezig. Want je kunt ook zeggen, kun je dat nou niet volledig zodanig doen dat het ten alle tijde onbetwistbaar is. Ik ben ook blij dat Maximiliaan vandaag even weer ter sprake is gekomen. En de pogingen om onze rechtmatige bezittingen weer naar Leiden te krijgen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik niet helemaal zeker weet of ze daar in Rome ook zo over denken. Maar daar kunnen we dan weer tegenover stellen dat als zij dat dan toch claimen, dan willen we ook herstelbetalingen. Want we hebben vanochtend weer gehoord hoe erg het gesteld was met het leegroven van dit land. Dus dat moet echt gebeuren. Ik heb vanochtend, dames en heren, weer enorm genoten. We zijn allemaal historisch te kerk gegaan en deze traditie die moet nog heel lang blijven. Dank jullie wel. Dank u wel, burgemeester. Ik vroeg me af hoe lang je burgemeester moet zijn om zelf de monumentenstatus te krijgen. We hebben nog een mooie traditie, voortkomend uit de commissie Beeldbank, die vele mooie producten aflevert en door het jaar heen ook veel gevraagd wordt om beeldmateriaal aan te leveren. Onlangs hebben ze bijvoorbeeld nog een bijdrage geleverd aan de musical, de West Side Story, Pankrast West Side Story, waar ook een prachtig decor voor verzorgd werd met onder andere materiaal uit onze beeldbank. Maar het bekendste